gewild of ongewild zijn we weer helemaal terug op stal in het gezelschap van twee kleine kinderen. Ik had liever een andere comeback gewild, maar het is niet anders. Helaas zijn de omstandigheden zo dat we hebben moeten sluiten. We maken er uiteraard het beste van. En daarmee beginnen we ook meteen met deze vlogs. En dit is de eerste en is voor mij ook de eerste keer, dus ik moet nog een beetje oefenen in hoe dit allemaal moet. Want ik ben er nog niet zo heel goed in, geloof ik. En hebben wij natuurlijk wel te kampen met 50 paarden die uit hun stal moeten. Want paarden kan je niet in één keer stilzetten als ze volop in training zijn. En paarden kan je ook niet 3 weken stilzetten en daarna weer volop gaan gebruiken. Dat kan wel een beetje in de zomervakantie op het moment dat ze in het land kunnen, want dan zijn ze al wat afgebouwd en hebben ze ook al een zware periode gehad, zijn ze bovendien volop in beweging in het land. Alleen op dit moment zijn de landen nog nat, zijn de paarden nog volop in het voer en staat er ook nog geen gras. Dus we proberen ze zoveel mogelijk in beweging te houden met onze pensioen- en leaseklanten en ook met onze trainingsklanten die toch moeten komen voor hun paard. Daarom vragen we ook iedereen om verder thuis te blijven en alleen als wij hulp inroepen naar de manege te komen. Want we willen natuurlijk iedereen in goede gezondheid houden en proberen hier ook heel strak met schema's niet te veel mensen tegelijk op het terrein te hebben. Maar wel ondertussen alle paarden goed te verzorgen. Ervoor te zorgen dat ze uit hun stal komen, dat ze uiteraard voer krijgen, dat de stallen worden verzorgd. En dat zij zo goed mogelijk uit deze periode komen. Zodat als we straks weer open mogen, de paarden er ook klaar voor zijn. En gelukkig hebben wij nog helemaal geen zieken onder ons personeel, dus kan alles nog gewoon door blijven draaien. Op het moment dat dat verandert, zullen we ook weer meer hulp gaan in. Dus dat gelukkig ook niet nodig. Ondertussen wens ik iedereen toch een goede gezondheid en een fijne thuisperiode. En houden we jullie op de hoogte met vlogs van dingen die hier dagelijks gebeuren. Maar gaan we ook paarden aan jullie voorstellen. Doen we ook wat instructiefilmpjes, bijvoorbeeld hoe krap je de hoeven uit, maar ook thuisoefeningen die je kan doen zolang je niet kan paardrijden om toch een beetje in shape te blijven, zodat we hopelijk over 3 weken er weer tegenaan kunnen met z'n allen. In het aanvulling op het voorgaande, waar ik het natuurlijk net over gehad heb, is het misschien ook leuk als jullie aangeven wat je leuks graag zou willen zien. Welk paard je voorgesteld wil hebben of wat je graag uitgelegd wil krijgen. Is dat misschien iets met wijken of is dat juist hoe doe ik een halster om of misschien wel wat eet een paard of hoeveel ribben heeft een paard. Nou, als er dat soort vragen zijn waar jullie in geïnteresseerd zijn, zet het onder in de tekst of stuur een privébericht en dan proberen we dat in de komende weken te beantwoorden.